Zijn we uitgepraat is eigenlijk derde single, om het maar even zo te zeggen, na mijn deelname, na mijn deelname aan Bloed, Zweet en Tranen. Het was eerst Mag de Zon Laten Schijnen, toen kwam De Wereld Is Van Ons. En toen wilde ik eigenlijk verder gaan op die voet, maar toen ontstond er een liedje in de studio. Welon van der Heijden, die mijn producties maakt, waar ik eigenlijk heel veel samen mee doe. Die speelde een loopje af, die in één keer voorbij kwam in zo'n computerstudio, in zo'n loopjes systeem. En dat was een gitaarloopje van Swear Like a Sailor volgens mij. Ik weet niet of ik de naam goed zeg. En op een gegeven moment begon ik een beetje te tokkelen en een beetje woordjes te roepen en zinnetjes te maken. En op een gegeven moment van dat ene loopje maakten we een liedje. En dat is zijn we uitgepraat geworden. En die bracht ook gelijk uit de single, want wij... het was niet helemaal wat ik daarvoor maakte. Dus De Wereld Is Van Ons en Mag de Zon staat er toch wel een beetje vanaf. Wat we wel gedaan hebben is die bariton sax weer helemaal opengezet. En die saxofoon. En ik moet zeggen, volgens mij, als ik het goed heb, is dat een van de liedjes die het langst gedraaid is op de radio. Dus zijn we uitgepraat. Die bariton saxofonist is Alad Buwelda. En die heeft een enorm veel platen van mij gespeeld, niet alleen van mij, is ook bekend van Edwin Evers Band. Ja, die saxofonist is goud waard. Die is echt ontzettend goed. Die gaat los in de studio, dat wil je niet weten. En nog steeds, bij mij ook.